Welkom bij weer een nieuwe video van Kees aan de Koop. Het is maandag 26 juli, de 50ste kookvideo, de 50ste vlog. Het is tijd voor een feestelijk recept. Vandaag gaan we feestelijke gamba ravioli's maken. Oké, wat hebben we allemaal nodig? 40 gram gamba's, gesneden in stukjes. Wij hebben wilde gamba's, maar je kan natuurlijk gewoon normale gamba's gebruiken. Eigeel, een kwastje, zout naar behoefte, bieslook naar behoefte. Ik heb 4 plakjes wontonvel, want we gaan de raviolis van wonton maken. Dat is Japans deeg, dat kun je gewoon kopen in toko. En 75 gram roomkaas hebben we nodig. Vergeet nog één dingetje erbij te vertellen. We hebben nog 1 citroen nodig, daar hebben we zo meteen het rasp van nodig. En daar heb je ook een rasp voor nodig om het te raspen. Dan gaan we beginnen met het te maken. Dan doen we de roomkaas in een bekken. Gambatjes erbij. Bieslook erbij. Zout. Dan gebruik ik roomkaas, maar je kan natuurlijk ook crème fraîche gebruiken. Zure room. Dat is ook allemaal eens lekker. Okay, dan hebben we de citroen. Dan gaan we raspen. Gebruiken we alleen de schil. Pas op dat je het wit niet meeras, want dat is bitter namelijk. Dat is niet lekker. Zo, we hebben alles goed gemengd. Dan pakken we de wonton. Die bestrijken we helemaal met eigeel. En dan doen we in het midden doen we de vulling. Nog een plakje en die plakken we er eerst overheen en dan maken we alle kanten even goed dicht. En daarna pak je hem in je hand en dan druk je de lucht eruit. Soms valt dit wel eens een klein beetje eruit, dan doe je dat gewoon weg. En daarna zorg je dat overal wat lucht weg is. Door er gewoon op te drukken. Dan pakken we een steker. En dan steken we de ravioli uit. Want je wil natuurlijk de verhouding vulling deeg zo goed mogelijk hebben. Dan drukken we hem nog even goed aan alle kanten. En dan leggen we hem even opzij en dan zal ik er nog even eentje maken. Strijken met ei. Okay, dit recept, de vulling is wel voor 6-7 raviolis. Plakken we deze weer op. Klein beetje lucht eruit drukken. En dan steken we hem weer uit. Kijk, en zo zit de ravioli helemaal vol. En is je deegvullingverhouding goed in orde, zeg maar. Zo, dan heb ik hier een pan water op staan. Die is aan de kook. Maar daar gaan we even voor zorgen dat die niet meer kookt. Dan gaan we er
jullie het willen doen. Je ziet dat het water net niet kookt, anders dan kook je de ravioli heel snel kapot. En het duurt ongeveer een minuut of drie, denk ik, voordat het deeg gaar is. Die gamba's die worden sowieso wel gaar, maar het is belangrijk dat je deeg goed gaar is. Zo, mijn ravioli heeft drie minuutjes gegaard. Ja, je ziet nu ook dat hij is gaan drijven. En je ziet nu heel goed, aan het deeg is een klein beetje doorzichtig geworden. Als jullie dat goed kunnen zien, dan weet je zeker dat hij gaar is. Dus, dan kan je natuurlijk een mooi bordje doen. Ik heb hier een bordje klaar zitten. Ik zal hem even hier naartoe halen. Dan doen we hem hierin. En serveer hem bijvoorbeeld met de saus uit Vlog 7, Beurre Blanc saus. Is lekker erbij. Klaar met je zeker al eronder in deze tijd. Kan allemaal. Dit was mijn versie van gamba ravioli. Zo, dit was de 50ste vlog van Bij Kees aan de Kook. Dus een leuke video, even liken, vergeet niet te abonneren. Tot woensdag!